Het Mercatorplein ligt erbij alsof er niets gebeurd is en ook de winkel is gewoon open. Maar het was gisteravond wel voor de tweede keer binnen een maand dat de medewerker in de loop van een pistool keek. Opeens kwam een donker getinte man met een vuurwapen in de zaak binnen. En hij vroeg om geld en dat gaf ik aan hem. Hij was agressief bezig en hij wilde met de vuurwapen gewoon aan mij slaan en ook schieten. Dus hij was bereid om te schieten. Ik heb paniekknop in de zaak, dus ik had dat gedrukt en kwam de politie in de zaak. En dan heb ik aangifte gedaan en zo. Net als 4 weken eerder wist de dader te ontkomen. De schrik zit er goed in. Het geeft gewoon een kut gevoel, dus opeens krijg je zo'n gast die met de vuurwapen binnenloopt en die je wilt schieten voor geld. Dus ja, dat gevoel kan ik niet gewoon zeggen, maar het is gewoon niet een fijn gevoel. Deze zaak is van je ouders. Ja. Je werkt hier al heel veel jaren. Yes. Vind je het nog fijn om hier te staan? Niet zo fijn. Omdat ja, de vorige keer, ik kreeg nog hulp van de slachtoffer. Hulp en ja, ik ging een beetje om nog proberen om hier te gaan staan. Maar nu gaat het heel moeilijk. Ga je hier nu nog staan, denk je? Ik weet het niet. Ik heb geen antwoord op. Ondanks de overval gaat het leven een dag later toch gewoon weer door. Ik ga over nu naar school. En ja, ik ga nog een keer om proberen om normaal te doen. School moet ik niet laten, dus ik ga even mijn best doen. Als het lukt, dan ga ik gewoon. Als het niet lukt, dan kom ik even terug. Ik heb de hele avond ook niet kunnen slapen, dus erop pakken. Even slapen misschien, dan naar school, maar voorlopig niet meer in de winkel? Voorlopig niet, nee. Dank je.